De COVID-situatie in het Eruwarte-gebied in Marowijne is vrij ernstig. De autoriteiten moeten snel ingrijpen om onhandelbare omstandigheden te voorkomen. Dit maakte NDP-parlementariër Claudie Sabayo gisteren bekend tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. De volksvertegenwoordiger zegt dat de situatie in het gebied mede door een zwakke grensbewaking is ontstaan. Vandaag aan de dag moet ik u rapporteren dat ik vanuit het veld informatie heb dat het dorp Eruwarte vele gezinnen besmet zijn geraakt. Die zijn nu slachtoffer geworden van deze COVID-19 virus. En ik heb gealarmeerd natuurlijk met onze DC in het gebied. En ik heb vanmorgen ook nog met onze VP erover gesproken. Ik zie op heel korte termijn, ik wil dat woord korte termijn niet eens gebruiken, maar zo spoedig mogelijk dat deze mensen voorzien worden van voeding, medicamenten en al het andere wat nodig zal zijn. Natuurlijk maak ik me zorgen om de grens en daarom vraag ik dus de minister Just Paul via uw voorzitter dat er uiteindelijk maatregelen worden getroffen. Koste wat het kosten moet. Ik moet dat zo zeggen omdat ik heb meegemaakt. Ik heb gisteren in het veld gezeten. Voorzitter, het is triest. Mensen staan op het punt te gaan sterven van die COVID-19 virus. Men is ernstig besmet en men heeft geen uitweg. Eruwarte en vele dorpen daar in Marowijne. Men is afhankelijk van het hosselen. Als men niet de deur uitgaat, ze zijn dagloners, heeft men niks op tafel te zetten. En u moet zich voorstellen, zeker 3-4 dagen hebben kinderen daar in dat gebied niet gegeten, voorzitter. Ik roep de regering op, zonder één schuld te zoeken bij wie dan ook. Laten we stoppen even met het schuld zoeken bij het volk of bij wie dan ook. Laten we aan de slag gaan zoals mevrouw Etnel dat ook heeft verwoord. En gaan kijken naar hoe gaan we nu uiteindelijk de levens van onze burgers redden. Dank u, voorzitter. Sabayo deed een oproep aan de minister van Volksgezondheid om het Marowijne ziekenhuis in eigen boezem te krijgen, zodat COVID-19 besmette mensen uit het gebied daar kunnen worden opgevangen. De parlementariërs zeggen dat het gebouw ook gunstig is om de druk op de ziekenhuizen in Paramaribo te verlichten en de mensen dichter bij hun woongebied te houden voor verpleging.